Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Yay. In de vorige aflevering zijn wij door verschillende eilanden gegaan en in deze aflevering komen wij dus bij sidequest Galore Plaza genaamd Windfall. Oh nee. Nee. Nee! Oké. Dat was duidelijk genoeg, hoop ik. Ja, dit is Windfall Island, de plek waar ik weet niet hoeveel sidequests te vinden zijn. Op het moment dat je Ganondorf tegen bent gekomen voor de eerste keer, is het de bedoeling dat je... Hallo, Zakkerijn. Is het de bedoeling dat we hier dus heel erg veel sidequests kunnen gaan doen? Nou, wat we hier dus allemaal kunnen doen. Dit vrouwke, dat heeft een belangrijke rol. Dat was eerst heel erg populair en noem het maar op. Maar het eerste wat ik wil gaan doen is... Wij hebben zo freakish veel joy pendants. Dus dat we eens naar een snol met soep in de haag. Weet ik het allemaal nog meer. Tot we dus even die joy pendants aan gaan geven. Dus, zonder enig oponthoud. Wij hebben 67 joy pendants. Hi. Oh dear. You don't need to show me off like that, I get it, you're incredible dear. Talk to me. Pendants. Als ik me niet vergis, die heeft de 20 nodig. Ja, ik liet dat net zien en toen zei je... Oh, wacht, het verkeerde knopje. Toi. Kijk eens, joy pendants. Yep, weer. 67, ja. Yeah. Nou, die wilde 20 hebben. Want 20 is haar lucky number. Iets in die trend, weet ik veel, bullshit. En dan krijg je de cabana die het wat langer, wat belangrijk is voor later. Dus zeker belangrijk dat je dit heel eventjes gaat doen. In de oorspronkelijke versie wil je haar zoveel mogelijk joypanners. Volgens mij wil ze er nou nog 40 hebben dan in dit geval. En dan krijg je een speciale item. Die speciale item ga ik het niet over hebben. Ja, nou dan heb ik een 47. En dan heb je een whooping 68. En dan krijgen we dit. This item is so rare. We krijgen een treasure chart. Ja, in plaats van dat je dus een bepaald item krijgt, krijg je hier nu een treasure chart. Dus, als ik me niet vergis is de reward gewoon ook een piece of heart. Ik weet het niet zeker. Kun je niet zoveel praten, ik word er moe van. Maar goed, ze heeft in ieder geval dus al onze joypanners nou te pakken gekregen. Dus we hebben er geen meer. Joepie, Darkplay zal blij zijn tot we van die troep af zijn. Ik wil even snel eventjes kijken voor mijn eigen gemak. Om eventjes te kijken welke treasure chart dat nou is. Want in de HD versie is het dus totaal anders. Het is 45. Nou, met dat out of the way te hebben. Willen wij... Als ik me niet vergis... Hebben we hier nog een game te doen. Waar we de vorige keer geen rubies meer voor hadden. Joy, oh joy. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik hier nou genoeg kan krijgen. Jullie weten net, ik moet dit spel proberen voor elkaar te krijgen. Onder 20 kanonballen van de 24 die we dus kunnen schieten. Nogmaals, dit is het zeeslagje voor degene die het heeft hebben gemist. Het is volgens mij te zien in aflevering 3. Dus ik ga heel eventjes deze sidequest ook nog gelijk even proberen te halen. Zal wel makkelijk zijn, we hebben genoeg rubies. Dus laten we het proberen in 20... In 20 rondes. Dus. Splash, 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 splash. Oh, kaboom. Nee, nee, nee. Oké, okay, die van 3 heb ik. Oh, ik haat dit spel. Haas! Ik zie jullie zo. Oh mijn god! Nee. Ja! Geld! Yay! Oh mijn god, 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 oh mijn god! Hé, wacht, ik ben... Nee, ik wil... Hallo. Mag ik even? Dank je. Timer, dank je. Goed. Nou, we krijgen dus zeg maar niet buiten onze gewone prijs van 50 rubies. Oh, deze die is zo irritant. Ik heb een keer een playthrough gehad, dan heeft dit gewoon ik weet niet hoeveel tries gekocht. Hier, 18, dat is een nieuw record. En dan krijg je dit ook. En hij flippert het op, ik weet het. Maar dan krijg je dus een treasure chart en die was heel erg kort in beeld. Dus ik laat hem even iets langer in beeld. Edit er houdt rekening mee alsjeblieft. En het is om over te kijken. Is dit treasure chart nummer 23?
En als ik me niet vergis, is dat een Piece of Heart. Tenminste, ik hoop het, want het is een hele moeilijke chart om te krijgen. Dus als je dan geen treasure hebt, dan ga ik huilen. In ieder geval, je wil naar boven toe lopen en dan wil je hier dit paad volgen. Dan heb je hier deze gast, die gaat tegen jou lopen, maar hoor, die zegt... Nou, de windpower gaat ver als wil. En you to hand the windpower to spin the quifty nifty manner. But I rarely move any wind around here, so it wasn't bad. I'm pretty sure the wind blowing in the right direction again, and with the power to make again back to moving. It looks like a westerly wind is blowing now. Ja, je hebt een noordenwind nodig om dit ding te laten werken. Dus, als ik me niet vergis, moeten we eventjes sorry voor een noordenwind. Of trouwens. Wat ik eerst even wil doen is... Even kijken hoor, welke kant staan we nou op? We staan nou naar het noordwesten. Oké, wat ik eerst even wil doen... de wind laten draaien naar het noordwest... Nee, niet naar het west... West is goed. Blijkbaar. We moeten... Nou, eigenlijk... Ga eens even goed staan. Nee, echt het noordwesten. Mijn fout! Zo. Veel beter. Want zoals je dat ziet, dat deurtje wat je daar hebt, dat deurtje... Kan ik hier niet gewoon al inspringen dan? Is dat niet wat makkelijker? Dat dacht ik ook. Dat is zeg maar waar ik nou in wil gaan, omdat daar zit namelijk ook nog het secret to everybody. Als je daar naartoe springt... Wee! Ja, ik haal het. The door is locked and can be opened. De door is locked en can be... Kun je alleen maar 's nachts in? Mijn fout. Goed, dan doe ik wel eerst eventjes die windmolen. Als je hier achterlangs loopt... Ja, er zijn hier zoveel sidequests. Je kunt hier gewoon echt zoveel tegelijkertijd doen. Dat is gewoon echt het voordeel. Als je hier achterlangs loopt... En zorg voor een noordenwind... Ik weet niet eens was het de noordenwind. En drukt hier op deze schakelaar. Dan gaat de windmolen weer blazen. Joepie. Nou, dan is er nog één ding wat je hier kan doen. En dat kun je alleen 's avonds doen. Dus met de Song of Passing. Waar was die ook alweer? Oh ja. Kunnen we het nacht laten maken? Magisch, hè? Nou, dat hadden we dus net zo goed ook al eigenlijk bij die deur kunnen doen. Maar dat maakt niet uit, zonder enig oponthoud. Wat je wil doen is, je hebt daar de vrouwke staan. Dat gaan we het als eerste nou eventjes maar doen. Heb je de vrouwke staan, dan wil je mee praten. Shush, shush. Take off, go away. Dat maak ik zelf wel uit, ja? Zagrijnig mens. Zagrijnig weg van alle vijf. Hé, hey, waar ga je naartoe? Wat ben ik even van plan? Oeh. Metal Gear modus. Wij gaan jou achtervolgen, want jij bent iets van plan. Ik zag het in je ogen. Waarom zou je anders willen dat wij weggaan? Wat ben jij van plan dan? Waar gaan wij naartoe? Heb jij een schat of zo? Sorry. Heb jij stiekem een piece of heart wat ons kan helpen? Wat ons kan redden in deze gevaarlijke mensenwereld? Je bent zelf zo'n snol die opgesloten was bij de Forsaken Fortress. Dus je weet hoe gevaarlijk alles wel niet is. En dan hier. Ga jij nou een partij lopen te sneaken? Wat ben jij van plan dan? Ik ga jou volgen. Ik ga ervoor zorgen dat je mij niet ziet en ik wil weten waar jij naartoe gaat. Want je kijkt zo achterdochtig de hele tijd achter je. Wat ben jij van plan dan? Serieus, en loop eens wat sneller. Ken ik hier? Als ik me niet vergis, die loopt hier omhoog. En hier wil je dan even wachten, want hier draait ze weer om. Kiekeboe! Annemarie, koekoek, redlight, greenlight, lalalalalala. Ja. Hoe is dat? Maakt hij nou dat miauw geluidje? Hé, waar gaan we naartoe? Waar ga je naartoe dan? Jij bent iets van plan, dat weet ik zeker. Ga je weer achter je kijken, zeker. Ik zei er alleen maar bij een trap. Ik hou je niet in de gaten of zo. Hallo. Waarom ben je helemaal omgelopen om weer hier naartoe te lopen? Wat ben jij van plan? Wat ben jij van plan? Wat ga je daar doen? Jij wil inbreken? Stoute meid!
You startled me, what do you want? My heart is racing, you scared me. Ja, dat maakt ons helemaal niks uit. Wat je hier wil doen, ik ga dit niet helemaal dialogue voice acten, want het enige wat je hier wil doen is zeggen dat je een Ally of Justice bent, de hele tijd de bovenste antwoorden. Als jij volgt wat wij dus zojuist gedaan hebben, dan heeft zij zeg maar iets voor ons. Het verhaal is, wij luisteren wel heel eventjes naar haar verhaal. Het verhaal is, zij was eerst superrijk, hartstikke luxe leventje, noem het maar op. Toen is zij ontvoerd bij de Forsaken Fortress. En bij de Forsaken Fortress, haar vader, die heeft al haar geld, al het geld verspeeld om haar maar proberen te redden. Daardoor zijn ze nou dus super arm. Zij werkt nou voor die ene gast. Yada, yada, yada. Alleen ze is het luxe leven gewend en wou dus eigenlijk weer naar het rijken. Want die Maggie, een heel arm meisje, die is nou heel erg rijk geworden. Nou, nu krijg je het verhaal van, ja, wil je me alsjeblieft laten gaan? Want ik heb nog niks kunnen stelen. Je hebt me op tijd gehouden. En wij zijn eerlijk, wij laten haar nog niet gaan. En ze heeft iets verkeerds gedaan. En dan moet ze voor boeten, zeggen wij dan. Maar ze is heel erg blij dat wij er op tijd hebben gestaan. Dus we laten haar gewoon gaan. En weet ik het allemaal nog meer. Want ze wil namelijk niet een dief worden. En daarvoor hebben we haar geholpen. En als beloning krijgen we een extra empty bottle. Huh, dat was een heleboel tekst. Nee, het was up. Ja, tuurlijk. Weet je hoeveel moeite dat ik wel niet ga eigenlijk voor een empty bottle? Weet je hoeveel moeite ik wel niet moet doen voor een empty bottle? Jij snol. Tuurlijk is het gewoon zomaar langs het strand gekomen. Maar goed, je hebt dus nou een empty bottle en daar zijn we heel erg blij mee. Wat een tekst en uitleg allemaal zeg. So do you. Nou, daar hebben we weer Elvis. Met Elvis kunnen we op dit moment heel erg weinig. Wij willen weer eerst eventjes langs de windmill. Die zit niet hier. Mijn fout. Even kijken hoor. Als daar die shop zit, dan moeten we hier naar binnen toe. Als het goed is, ligt hij te slapen. Nee, hij is nog steeds zo chagrijnig als maar zijn kan. Hij ween. Niet mijn probleem. Maar nou dat de windmolen het doet en je praat met deze gast. Fine night, isn't it? Well, would you look at that? The Ferris wheel just started moving again on its own. Started up. I wonder what got it walking. The guy. The chance. You can jump to the glass and little again. Ja. Wat je nou gaat doen namelijk. Oké, we moeten even wachten tot de volgende. Is je wil je pijlen naar voren tevoren halen. Dus mag ik al eventjes. Ik wil mijn pijlen eventjes. Dank je. Je wil je vuurpijlen hebben. En als je dan in de Ferris wheel meegaat. En je richt. Je moet heel goed richten hiervoor. Let er wel even op. Ik heb namelijk hier een vuurtoren. Met die vuurtoren, daar wil je namelijk iets doen. Wacht voor. Wacht. Schiet! En dan komt een kistje tevoorschijn. Dat is één van de dingen die je wil doen. Als ik me niet vergis en je praat dan met die gozer. Ja. Mits ik me niet vergis hoor. Jullie weten het, ik vergis me eigenlijk best wel vaak. Fine night is het. Je ziet dat de lijden. Oh, is restored. Dat is zo geweldig. Ik geef je dit. En je krijgt een piece of heart daarvoor. Een van de pieces of hearts die je dus zeg maar ook weer kan krijgen. Nou, dat kistje, daar gaan we dadelijk heel eventjes naartoe. Het eerste wat ik nou wil doen, is heel eventjes daar naar weer naar dat huis. Maar volgens mij is die deur s'avonds dan wel open. Dus als het goed is, is het weer het noord... Het is meer eigenlijk het noorden waar je naar staat te kijken dan anders. Of zie ik dat nou verkeerd? Het is nou echt het westen waar je naar staat te kijken. Het is meer het westen, dan maakt het uit. Wij laten de wind gewoon eventjes naar het westen gaan. Maar volgens mij is die deur nou gewoon open. Dus, want als je door die deur heen gaat, dan kom je namelijk bij een secret. Tenminste, zo was dat in de normale versie. Hallo, ik kom jouw spullen dadelijk stelen. Volgens mij heb ik nog niet eens een winddirectie nodig. Go! Nee, had ik nog niet eens nodig. De deur is locked! Serieus, moet ik hier dan echt eerst naar binnen toe? Weet je wat, we pakken gewoon een kistje en dat vogel ik wel uit in de volgende aflevering.
Ik heb daar nou geen zin in. Volgens mij is er ook nou niet echt heel erg veel te doen aan Mary buiten, dus in de nacht. Het is nacht. En dan is er toch het een en ander hier te doen. Ik ga naar dat kistje en de enige manier om daar te komen, dat is dus zeg maar met je Deku Leaf. Dus even voorzichtig. Oké, de wind moet naar het zuiden toe wijzen. Yay! En daar gaan we. Naar dat kistje toe. Als ik niet vergis, volgens mij was dat ook nog eens een keer een piece of heart. Dat weet ik niet zeker. Maar dat wil dus zeggen dat je twee pieces of heart kan krijgen voor eigenlijk één quest. Volgens mij was dat treasure chart. Of een joypen. Of een orange ruby. Nee, het is toch een piece of heart! Yay! Twee pieces of heart voor één sidequest. Dat vind ik leuk. Nou, zoals je dus nou kunt zien, de lighthouse die is opgelicht. En daardoor kun je dus nou heel erg makkelijk kijken wanneer dat er dus zeg maar... Wanneer dat je daar in de buurt bent. Weet ik veel. Dat geeft je twee pieces of hearts. Dus echt moeilijk te doen, dat doen we niet. Dus, ik dank jullie sowieso voor het kijken naar een nieuwe aflevering van naar deze aflevering van de Legend of Zelda The Wind Waker in HD. En in de volgende aflevering gaan we dus maar eens eventjes naar de andere helft kijken van de sidequest die we nog overdag zouden kunnen doen. Sorry, ik weet het, maar het maakt het spel stukken en stukken makkelijker natuurlijk als we dat allemaal gedaan hebben. Dus, zonder enig oponthoud, dank ik jullie voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk morgen allemaal te zien. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20 en ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering.